Mercedes heeft in het topklassesegment een naam hoog te houden. En doet dat al heel erg lang met de S-klasse. Keurig volgt een nieuwe generatie de voorganger op. En hier hebben we dan ook te maken met de allernieuwste variant. De verlengde versie, want twee carrosserieversies, zijn altijd al het gebruik geweest bij Mercedes. Die S-klasse speelt een belangrijke rol binnen het merk, want het is altijd deze grote auto die de nieuwste snufjes op het gebied van techniek, voorzieningen en comfort heeft. Dat heeft deze S-klasse natuurlijk ook weer, alleen wordt de techniek tegenwoordig zo snel ingehaald dat een aantal voorzieningen die we op deze grote auto zien, inmiddels ook al op andere modellen zijn toegepast. Zoals te doen gebruikelijk heeft Mercedes ook bij deze nieuwe S-klasse een forse prijslijst. Maar die forsheid, het aantal pagina's, wordt vooral ingenomen door de beschikbare opties. Qua hoeveelheid varianten is deze S-klasse op dit moment eigenlijk beperkt, maar tegelijk ook meer dan voldoende. We hebben hier te maken met de S400 hybride, een benzinehybride op basis van de 3,5 liter zescilinder benzinemotor. Die wordt aangevuld in de aandrijflijn met een elektromotor. Beide motoren kunnen zoals vaak bij hybrides aparte auto aandrijven, alleen is de elektrische actieradius zeer beperkt. Een van de bijkomende voordelen van de aanwezigheid van die hybride techniek is dat vanwege de lage CO2-uitstoot die bij deze grote auto ook in de verlengde variant onder 150 gram per kilometer ligt, is dat die BPM aanzienlijk lager is dan voorheen bij vergelijkbare modellen met vergelijkbare prestaties. Slechts 7.500 euro BPM zit er op deze forse auto en dat betekent dat we hier te maken hebben met een verlengde S400 waar ongeveer alle elektronica op zit die Mercedes op dit moment op dit nieuwe model levert. En dat die auto prijstechnisch uitkomt net onder de 140.000 euro. En dat hadden we toch aanzienlijk hoger ingeschat. Het is haast ondoenlijk om alle elektronische voorzieningen die deze auto heeft op te sommen in een paar minuten. Hier aan het front zien we al een aantal voorzieningen die die auto standaard heeft. Hier zien we een vlak, daarachter zit de afstandsradar. Hier zit een camera die onder andere gebruikt wordt voor het night view systeem. De auto kan in het donker kijken, bijvoorbeeld onder mistige omstandigheden. Maar kan ook waarschuwen voor voetgangers, voor fietsers en actief remmen op het moment dat die spontaan oversteken en de bestuurder dat even niet heeft opgemerkt. Het wordt steeds normaler, zeker in topklasse auto's, dat het dashboard niet meer bestaat uit een analoog klokje, toerenteller enzovoort enzovoort. Mercedes maakt daarop geen uitzonderingen, want die voorziet die nieuwe S-klasse van twee enorm grote digitale schermen waarop allerhande functies getoond kunnen worden en waarop functies ook kunnen wisselen. Natuurlijk is die toerenteller snelheidsmeter, die ziet er nog analoog uit, maar het is gewoon een projectie. Op het moment dat bijvoorbeeld Night View wordt ingeschakeld, wordt een deel van die twee tellers wordt door dat night view scherm ingenomen. Hier in het midden, ja. Je kunt er bijna niet verzinnen wat er niet op zit. Je kunt de massagestand van de stoelen instellen. Je kunt het vertraagd en uitschakelen van de verlichting kun je regelen. Je kunt het echt zo gek niet noemen of het kan op dit scherm met de centrale knop. Er zit hier zelfs nog een klavier onder waar je een soort touchscreen de cijfers kunt kiezen, bijvoorbeeld voor een radiozender, voor de telefoon, maar ook allerhande voorkeuzetoetsen kun je eraan meegeven. Het is echt onvoorstelbaar wat Mercedes allemaal aan deze auto heeft gestopt. En buiten dat is het natuurlijk gewoon een heel erg fijn rijdende topklasse limousine, zoals je dat van een S-klasse verwacht. Die motor, die lijkt bescheiden 3,5 liter voor zo'n grote auto. Dat is hij niet, want dat presteert fantastisch.
Dus wat dat betreft komt die auto helemaal niets tekort. En wat je ook maar als bestuurder met die auto wil uithalen, er zijn constant allerhande elektronische waakhonden die de auto, de inzittende en de bestuurder in de gaten houden. Die grijpen op allerhande momenten in. Dat is in het begin een beetje wennen. Je hebt zoiets van, nou dat kan ik zelf ook wel. Maar toch zullen er omstandigheden zijn waarin de voordelen daar duidelijk van gevoeld worden. En ik moet u eerlijk toegeven, ik ben ook zo eigenwijs. Ik heb tot nu toe nog nooit bij een testauto of bij een introductie van een nieuw model gebruik maken van het automatisch inparkeren. Nou, met deze S-klasse heb ik het aangedurfd. Woehoe. De auto parkeert niet alleen filekeurig in, maar kan ook achteruit of vooruit een parkeervak inschieten. Op het moment dat de functie dan ingeschakeld blijft staan, rijdt hij er bij vertrek ook weer keurig netjes uit. Eén stap kan Mercedes nog verder gaan en experimenteel doen ze dat al. En dat is door de auto volledig autonoom te laten rijden. Maar dat zal met name ook vanuit juridische gronden nog wel een aantal jaren duren. Tot dan, genieten van de optimale luxe van zo'n nieuwe S-klasse.